Een inspirerende avond over meer persoonsgerichte zorg. Wat bedoelen ze daarmee? Wie hebben ze uitgenodigd? En al deze workshops. Ik ben wel benieuwd. Kom, we gaan het uitzoeken. Wat bedoelt men in jouw ogen met de term meer persoonsgerichte zorg? Ja, het begint al met het woordje meer. He, dus het gaat ervan uit dat het er al is. He, dus we bieden meer persoonsgerichte zorg en we willen dat nog meer gaan doen. En persoonsgerichte zorg gaat heel erg over goed aansluiten bij dat wat iemand nodig heeft en wat hij graag wil. En dat doe je samen met mensen die voor die persoon belangrijk zijn. Dus hoe doen we de dingen in de dagelijkse praktijk? Hoe luisteren we goed naar onze bewoners en cliënten? Hoe betrekken we ouders, verwanten, ooms, tantes, opa's en oma's? De ervaringen die je hebt in de zorg, hoe gaan wij die gebruiken ook bij jouw ondersteuning? Wat vind jij belangrijk in jouw leven? En dat doen we al heel goed, maar het kan misschien soms ook nog een beetje beter. En die meer persoonsgerichte zorg is eigenlijk een item wat naar voren is gekomen de afgelopen paar jaar. Bij alle ZVE's waar cliënten en verwanten tegen bepaalde zaken aanliepen, waar we van zeggen van dit kan toch allemaal net nog een tandje beter. En hoe gaan we dat dan doen? Waar gaan we elkaar helpen? Hoe gaat het nou op de diverse ZVE's? En wat zou je nou meer kunnen bereiken als je in de samenwerking met goede voorbeelden kunt komen tot meer persoonsgerichte zorg? Nou, we hebben een spel ontwikkeld. Het gaat over dromen. Vertellen aan je begeleider bijvoorbeeld. Wat zou je graag willen in je leven? En wat helpt eigenlijk bij het doen van nieuwe dingen? En wat maakt het juist ingewikkelder? En op die manier, als je daar rustig in gesprek over kan gaan met iemand anders, kun je elkaar ook wat beter leren kennen. En hopelijk lukt het dus ook om eerste stapjes te zetten in die droom. De missie persoonsgerichte zorg, dat is een hele mooie lange missie, zeg maar. Maar zie je ook al langzaamaan stappen hierin die hier worden gemaakt? Nou, waar we mee begonnen zijn is met elkaar praten over wat verstaan we nou eigenlijk onder persoonsgerichte zorg. Daar met elkaar het goede gesprek over voeren. Ja, ik denk dat is een van de uitgangspunten die we met elkaar hebben geformuleerd. Hè, waarbij ik denk dat het gaat leiden tot de goede gesprekken. Hoe belangrijk is zo'n avond als deze voor jou? Het is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen als je het ook over de zorg hebt. Als je de zorg ook wil verbeteren, zoals de regering vaak wil, dan moet je het ook zeg maar, hier ons de kans laten geven en laten aanpakken ook. Dus de missie is nog lang niet klaar? Volgens mij niet, nee. We hebben nog heel lange weg te gaan, maar die gaat er zeker komen. Maar wat kan er dan beter in de meer persoonsgerichte zorg? Nou, soms kunnen we misschien dan wel een beetje beter naar elkaar luisteren. Wat is nou belangrijk in het leven van onze cliënten en bewoners? Hoe kunnen we hun talenten benutten? Wat vinden zij fijn aan de dag? Hoe moet het huis of de woning of de woonkamer eruit zien? Het zijn allemaal hele kleine dingen die heel belangrijk zijn in het leven. Misschien kunnen we dat soms dan wel een beetje beter doen. Een hele leerzame avond, ja. Sommige mensen willen wel eens iets weten. En dan kunnen ze gewoon aan ons vragen. En dan kun je allerlei ideeën op doen. Als je vanavond naar huis gaat, wat hoop je dan wat de mensen zijn bijgebleven of wat ze geleerd hebben? Nou, ik hoop in ieder geval dat ze een heel inspirerende middagavond gehad hebben. Waar ze dus ook veel van elkaar hebben kunnen horen en kunnen leren. En dat we aan het eind kunnen zeggen van oké, dit is een mooie eerste stap. En de wat-vraag die hebben we al heel lang klaar. En uiteindelijk hopen we aan het eind van de avond de hoe-vraag, hoe gaan we dat dan doen, dat we die gezamenlijk dan verder kunnen gaan ontwikkelen. Deze avond is zeer belangrijk, want het gaat over de streeptrekker hier bij deze afdeling. En het is vaak een mening tussen ja en nee. De workshops zijn klaar en we hebben geleerd van deze avond. Heb je nou ook nog leuke weetjes, feitjes? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en wij regelen de rest.